We leren van astronauten dat als ze dan kijken vanuit hun ruimtecapsules naar die groene aarde, dat ze onmiddellijk verliefd worden op die aarde. Betrokken raken bij die aarde en zoals Wubble ook als ze terug zijn zeggen, en nou ga ik hem beschermen. We moeten hem behouden in de prachtige kwaliteit die hij op het ogenblik heeft. De laatste 50 jaar, we leven nog steeds in dat Holoceen, maar wetenschappers zijn het Anthropoceen gaan noemen. Anthropos, mens. Het tijdperk helemaal gedomineerd door de mens. Wat de mens doet in een zo korte tijd. En wat is die mens aan het doen? Die is grote welvaart aan het scheppen en de aarde in een recordtempo aan het verwoesten. Duurzame energie is er in overvloed. In overvloed. Weet u hoeveel energie de zon uitstraalt? Ik zeg het in het equivalent van vatenolie. De zon straalt uit 10 miljoen vatenolie, de energie van 10 miljoen vatenolie per aardbewoner per seconde. Natuurlijk, dat gaat alle kanten op die energie en maar een kleine sector komt op de aarde terecht. Maar het is toch altijd nog zoveel dat in 1 uur heeft de zon al meer energie op de aarde gestraald dan wij in een jaar als mensdom op kunnen, gebruiken kunnen. Dus er is een overvloed aan energie. En het kan dus nooit een probleem zijn om naar een duurzame samenleving te gaan als het gaat over energie. Weet u dat we nog maar, naar het schijnt, nog maar 15% van de variëteit in planten en dieren hebben van die er in 1900 was? Nog maar 15% over. 85% hebben we al vernietigd van de biodiversiteit. En zelfs op allerlei gebieden, de oceanen, we vervuilen ze, we overbevissen ze. We verschralen de landbouwgronden, we kappen de oerwouden. We doen over de hele wereld desastreuze dingen voor de aarde. Ik heb nou vooral het klimaatprobleem eraan even uitgelicht. Laat me ook voor het klimaatprobleem dan even uitlichten of dat nou oplosbaar is. Ik zeg u als natuurkundige, het is oplosbaar. Wat kan nou het probleem zijn? Kan dat nou een wetenschappelijk technisch probleem zijn om die overvloed van zonne-energie in elektriciteit om te zetten? Duurzaam? Ach mensen, we kunnen toch alles? Kijk nou eens hier, dit is een iPhone. Heb u er ook een? Zullen we 1 minuut stilte voor de iPhone doen? Van pure bewondering? Het is toch ongelooflijk? Ik kan toch zo iemand opbellen die in de Himalaya wandelt. Ik kan ermee filmen, ik kan ermee foto's, ik kan dicteren, ik kan allemaal in dit dingetje. Zouden we dan niet uit die overvloed van duurzame energie genoeg elektriciteit kunnen maken? Simpel. Kan het probleem nooit zijn. Maar die ondernemers, die zitten allemaal op de 20e verdieping van hun grote bedrijfsgebouwen. En daar is de lucht ijl. En er komt heel veel van dat hebzuchtgas uit die gesteente daar. Dus die mensen die zijn daar vreselijk verslaafd aan. En dan is de taak van die jonge mensen die is om die ondernemers beneden te krijgen. Dat valt niet mee. Want die zitten daar lekker prachtige dingen te doen voor de werkgelegenheid en zo. Maar intussen wel geld, 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 geld. Hebzuchtgas. Hoe krijgen ze het nou voor elkaar, die jonge mensen? Doordat de oude president die zegt, jongens, er is één ding. En dat vinden ze nog belangrijker. En dat zijn jullie. Jullie, de kinderen. Dus de kinderen van die ondernemers, die krijgen het uiteindelijk voor elkaar. Door die ondernemers te laten zien, er is iets nog belangrijker dan geld. Hun kinderen. Daar geloof ik in. Ik geloof dat u dat allemaal in u hebt. Kinderen zijn belangrijker dan wat dan ook. Dat is je verantwoordelijkheid. Dat is de toekomst. Dat is de pracht van het leven. Dat er mensen opvolgen. En we hebben ze een goede, vruchtbare, prachtige aarde na te laten. Gaan we doen. Wat een ontzaglijk mooie avond in Nijmegen.
heerlijk dat er zoveel mensen op afkomen. Dat betekent dat het onderwerp toch meer leeft dan men in Den Haag weet. Als zoveel mensen een avond willen mee nadenken over de dingen die we de aarde aandoen, over de noodzaak om een goede aarde voor onze jeugd achter te laten, dan ben ik daar blij om. En dan vervult me dat ook weer op hoop. Dat is ook wel nodig hoor, want het probleem is ernstig. Maar ik ben ervan overtuigd, als we echt willen, dan kunnen we een goede toekomst voor onze jeugd nog bereiken.